Hendrix, het bouwbedrijf, staat voornamelijk voor vitaliteit. Ik vind dat erg belangrijk. Hoe kijk je daar als werknemer naar? Ik vind dat geweldig. Het motiveert en het enthousiasmeert de mensen. Dus in die zin gezonde mensen, gezond werk, leuk werk. En dat levert ook prestaties. Hè? Ik merk gewoon vitaliteit in gewoon een heel belangrijk onderdeel is. Zowel privé als op het werk, als zakelijk gezien. Je merkt dat je daar door daarin te investeren hartstikke veel energie van krijgt. Wat je weer absoluut kunt gebruiken in je werk, wat alleen maar ten goede komt. Ik werk nog niet zo lang bij Hendrix, maar ik vind het superleuk dat ze dit soort dingen organiseren. En om dan met collega's zoiets sportiefs samen te doen. Prachtige wandeltocht. Al jaren voorgenomen om het een keer te doen. Mooi om met al dat licht en met mijn collega's. Heel gezellig. Ik heb al eens eerder meegelopen, de 15 kilometer, samen met Jeroen van Eerderwijk. En nu de avond, 7 kilometer, maar misschien volgend jaar de 15 weer. Nou, we hadden afgesproken bij elkaar te blijven, maar Roy en Berend waren echt niet te stoppen. En die wilden per se voor de winst gaan, dus iedereen ging maar voor zichzelf. Ja, je loopt natuurlijk wel een beetje voor jezelf, want iedereen heeft een andere snelheid. Maar uiteindelijk is het wel heel erg leuk om zoiets dan samen te doen. Omdat je er samen aan begint en samen bij de finish kom je elkaar allemaal weer tegen. Dus ik vind het heel leuk als het bedrijf ook dat soort dingen organiseert om naast het werk ook een beetje met collega's samen te doen.